Districtscommissaris Armand Jurel gelooft dat het district Para veel potentie heeft voor ontwikkeling. Dit haalde hij afgelopen zaterdag aan bij een bijeenkomst van de ministeries LVV en HINC. De burgervader gaf aan dat de toerismesector kan helpen het district tot bloei te brengen. Toeristen zijn volgens Jurel geïnteresseerd in de geschiedenis van zowel de plantages als de inheemse dorpen van het district. Daarom drukte hij de Federatie van Paraplantages en het traditioneel gezag van de inheemse dorpen op het hart de geschiedenis vast te leggen. DC Jurel gelooft dat hiermee ook een stukje werkgelegenheid gecreëerd wordt. Maak wandelparken in de verschillende dorpen. Maak wandelparken in de verschillende plantages. Er zijn diverse bezienswaardigheden die de mensen kunnen bekijken. Ik zeg dat zo, ik denk gewoon hardop. Maar ik wil dit doorgeven, communiceren met jullie om erover na te denken. Het heeft te maken met een stukje toerisme. En ik denk dat er een enorme potentie is om geld daarmee te verdienen. Er komt een monument daar op de hoek. Welkom in Suriname. We zijn bezig met de voorbereidingen daartoe. Daar waar die grote Surinaamse vlag is. En daar wil ik plaatsen. Welkom in Suriname. In het oosten komt I Love Para. En aan de Palisadeweg komt ook I Love Para. Het zijn zaken die wij... Het gaat erom dat we die gedachtegang hebben. Omdat we trots moeten zijn dat we Paranen zijn. En dat we dit allemaal kunnen doen gezamenlijk met elkaar. De bijeenkomst had onder andere als doel de potentie van Para op diverse vlakken met de ministers te bespreken. Minister Stephen Sang haalde aan dat er aan clustering van alle toeristische producten gewerkt moet worden. AIT heeft een project in Koroni voor toerisme. Het gaat om agrotoerisme, het gaat om toerismeclusters. Hetzelfde willen we ook voor Para doen. Para is bij uitstek een toerismegebied. U heeft zoveel resorten. Maar in feite moeten jullie nu gaan werken aan die samenwerking, naar die clustering. En Para is bij uitstek, zoals ik heb gezegd, een toerismegebied. U zult nu moeten gaan clusteren. Wanneer jullie gaan samenzitten om te kijken naar mogelijkheden waarop wil Para zich focussen, moet je niet alleen focussen op agrarisch, focus ook op toerisme, focus ook op milieu of wat dan ook. Allemaal dingen die je gezamenlijk zult moeten doen en ontwikkelen. Minister Stephen Sang van Handel, Industrie en Toerisme. Hij sprak afgelopen zaterdag in de vergaderzaal van het commissariaat in Para over de potentie van het district.